Allround operator houdt in, je bent verantwoordelijk voor een aantal lijnen. Meestal in een cluster van 3. En ik heb dan 2 operators bij me staan die ik assisteer, coach en help. Kwaliteitsmonsters nemen. Je houdt je bezig met de aantallen die je moet draaien. Dat soort zaken. Ik heb een opleiding gedaan voor procestechnologie. Ik ben nu bezig met een hoger niveau daarin. Het proces hier is heel interessant. Zeg maar, hoe ze dus van rauwe melk vanuit een koe uiteindelijk in 3 kleuren in een pakje kunnen krijgen. Zeg maar, dat fascineert mij. Ik ben hier ook maar binnengekomen als machinebediende. En binnen 2 jaar ben ik al allround operator geworden. Dus als je in ploegendienst werkt en zeker bij grote bedrijven, dan is het salaris altijd veel hoger. Als bij een 9 tot 5 baan bijvoorbeeld. Ik heb ook hele leuke collega's vanaf 24 tot en met 62. En ze zijn allemaal anders en ze zijn allemaal leuk. Het leukste wat ik heb meegemaakt is een project om het opstarten van een lijn. Dus je begint met we zijn toen begonnen met een stenen vloer. En uiteindelijk een draaiende productielijn met alles wat daar omheen komt. Randapparatuur, proces. Dat is ook heel uitdagend om te doen. Ik zou heel graag technoloog erin willen worden. Dat is eigenlijk mijn doel om hier te bereiken. Dingetjes verbeteren en dat soort zaken. Daar ben je altijd dag en nacht hier mee bezig. Dingen aan het kijken wat altijd beter kan. Maar om me daar dan echt alleen maar specifiek mee bezig te houden. Dat trekt mij heel erg. En dat wil ik hier bereiken.